De roestverf, noem maar eens in, daar zit dus echt ijzer in. Welkom bij de derde vlog van Schilders.tv. Ik ben nog steeds de gast bij Fred Verbrugge en hij heeft ons al twee technieken laten zien, decoratietechnieken, namelijk klondike en sandpearl. En hij is momenteel de spullen aan het klaarzetten voor de roestimitatie. Wat ben je aan het doen, Fred? Nou, ik ben er vast de voorbereiding aan het treffen om een rijtje nagels aan te brengen. En je moet natuurlijk wel mooi in de rechte lijn zitten. Maar hoezo nagels? Nou, als je een roestimitatie wil benadrukken, dan is het altijd handig om maar wat decoratieve elementen aan toe te voegen. En ik vind altijd als je een nageltje eraan toevoegt, dan benadruk je het effect van staal. Zeg. Van metaal, ja. Gaan doen, willen we natuurlijk heel graag weten, wat heb je nodig voor de roestimitatie? Nou, in dit geval heb je niet zo heel veel nodig. Wat je nodig hebt is de roestverf en de activator. En die roestverf, noem maar eens in, daar zit dus echt ijzer in. Nou, ik ben geen watje, maar dit is een echt zwaar en hij is helemaal niet vol. Nou, dat kan je niet zien. Nou, hij is half vol ongeveer. Ja. Hoeveel kilo is dat, joh? Nou, dit is wel vergelijkbaar met twee pakken suiker wat hierin zit. De verffabrikant doet er natuurlijk heel geheimzinnig over wat hij verwerkt heeft in zijn product. Maar eigenlijk is het gewoon ijzersulfide wat ervoor zorgt dat straks het product uiteindelijk gaat roesten. Er zit dus gewoon daadwerkelijk metaal in wat de roestige look gaat geven. Om het roest te bevorderen heb je een zogenaamde activator nodig. Maar eigenlijk is dat dus gewoon een soort van zuur. In dit geval is het een verbinding van ammonia, alleen je ruikt het niet. Oh, dat is wel prettig. Ja, op zich wel. Want ammonia ruikt niet zo vrucht mee. Dan kunnen we overgaan tot stap 2 en dat is de verf activeren, oftewel behandelen met een zuur. Wat ik nu ga doen is het aanbrengen van de activator en het is net toveren. Alleen dat dit is toveren... gewoon vloeistof? Ja. Oké, komt ie. En die breng je royaal aan. Nu net ook echt een beetje druipers aangebracht. Ja. Wat je normaal natuurlijk nooit doet met verf. Hè? Je wil nooit druipers hebben. Wil je juist hier dat die mooi naar beneden loopt. Ik zie al wat gebeuren, Fred. Okay. Kijk eens even. Ja. Je ziet hier dat het helemaal verkleurt. Ja. Nou, deze gaat dus even staan drogen. Daarbij kunnen we het eindresultaat niet zien. Maar gelukkig heeft Fred wel een kant-en-klaar plaatje. Dit paneel heb je al eerder behandeld. Ja, hier zie je uiteindelijk het eindresultaat. Hier zie je die nagels weer met die sporen van de activator. En dat zie je beneden ook. Je kunt dus heel duidelijk zien dat ik hier met de blokwitter gewerkt heb. Hier heb ik met de blokwitter gewerkt. En hier tussendoor heb ik met de roller gewerkt. Je kunt dus heel goed het verschil zien. Het effect met de blokwitter en het effect met de roller. Wij hopen dat jullie het allemaal heel leuk en inspirerend vonden. En wellicht heb je iets geleerd wat je nog niet wist. Of wellicht heb je iets gezien wat je graag wil uitproberen. Wil je nou nog meer leuke items bekijken? Like dan vooral deze video en abonneer je op het kanaal van Schilders.tv. En blijf vooral kijken, want er komen nog veel meer leuke vlogs aan.
Heb je zelf tips of ideeën voor mooie projecten of interessante technieken? Dan kan je natuurlijk altijd mailen. En ook vragen, als je denkt, ik vraag me af hoe iets werkt of ik heb dit nog nooit gezien. Mail het en wellicht gaan wij ermee aan de slag. Voor nu, tot ziens, tot de volgende Schilders.tv.